1 op de 3 kinderen uit groep 8 zegt wel eens gepest te worden. En 20% ervan zegt dat dat dagelijks gebeurt. Dat zijn echt ontzettend veel kinderen. Maar heel veel mensen zeggen dat het vanzelf alweer overgaat of dat je er echt niks tegen kunt doen. Maar is dit wel waar? Kunnen we hier misschien toch iets tegen doen? Ja, dan denk ik al heel snel aangeeft wat wenselijk is en wat niet. Dat kinderen in ieder geval, dat je ze in ieder geval aan kan spreken op, joh, dit zijn de afspraken en daar hou jij je nu niet aan. Als de kleine kinderen daarmee geholpen kunnen worden, moeten ze dat zeker doen. En vooral op de lagere school altijd mee beginnen. Als je kind socialer maakt, kan het kind toch nog steeds gaan pesten of gepest worden. Dat ligt daar volgens mij niet echt aan. Erik, jij zet je in om pesten te voorkomen op basisscholen en de omgeving. Maar waar begint pesten nou eigenlijk? Ja, pesten begint bij kinderen die een wat betere positie willen krijgen. Misschien wat jaloers zijn, weinig aanzien hebben in een groep en dan gaan pesten. Maar kun je pesten wel voorkomen? Onderzoek heeft geleerd dat je door sociale vaardigheden bij kinderen aan te leren, dat je dan kunt voorkomen. Moet wel gebeuren in de groep, dus als je dat klassikaal gaat doen, op schoolniveau kan het effect hebben. Pesten kun je voorkomen door rots en water in te zetten. Rots en water is een sociale competentietraining. Hier in Almelo hebben we dus dat 2 jaar geleden breed ingevoerd. Op dit moment zijn 150 docenten getraind. 2000 leerlingen zijn getraind. Ouders zijn erbij betrokken bij het hele proces. En 9 van de 12 scholen doen mee. Maar we gaan verder kijken. We gaan het ook de wijk in zetten. Dus we hebben contact met sportverenigingen, met de politie, sociale wijkteams, noem maar op. Ja, want ik wou eigenlijk net zeggen, kijk, de kinderen zijn natuurlijk onder toezicht op school van de leerkracht. Ja. Maar ja, zodra de school is afgelopen, wie doet het dan? Ja, nou, ons motto hier is van een veilige school naar een veilige wijk naar een veilig Almelo. En mijn kleindochter is net 2 jaar geworden. Mm-hmm. En over 4, 5 jaar als ze hier loopt, moet ze ook veilig in Almelo kunnen rondlopen. Dus het stopt niet alleen bij de school, maar het gaat veel verder. Ja. En hoe zie je nou het verschil bijvoorbeeld hier op school? Nou, ik kwam hier 3 jaar geleden, werd ik hier binnengehaald. En het was een hele goede school met een goede naam. Mm-hmm. Maar het was onrustig. Kinderen hadden weinig respect voor elkaar. Er werd veel door elkaar gepraat. Als je nu binnenkomt, ademt de school rust. Ja, het is hier super rustig. Heel gezellig, maar ook heel rustig. Er is een respect voor elkaar. Dus kinderen hebben geleerd om grenzen te aanvaarden en elkaar te respecteren. Wendy, jij geeft trainingen om de weerbaarheid van de kinderen te verhogen. Maar als je nou als docent ook zo'n training wil geven aan de leerlingen, wat moet je dan doen? Elke leerkracht kan een training gaan geven voor de kinderen. Je hebt wel een basis nodig. Dat is eerst de EDIT, waar je moet cursussen volgen. Een 2-daagse en een 3-daagse training. Okay. Maar elke leerkracht zou dat kunnen doen. En het mooiste is als elke leerkracht dat ook gaat doen. Ja, precies. Ja. En hoe vaak geef je deze training? Elke week, structureel. En zie je dan ook echt een verschil? Om 9 uur starten wij met de training. En je ziet ze gewoon tijdens de les rustig worden. Op de pauze kunnen we ze aanspreken. Je ziet rustige ogen, focus, geconcentreerd, maar ook als ze een toets moeten maken, zie je enkel kind echt en dan gaat ze aan het werk. Dat is ook echt beheersing dus. Wat is het allerbelangrijkste wat jij wil meegeven in zo'n training? Het allerbelangrijkste wat ik ze mee wil geven is respect voor elkaar hebben, grenzen durven stellen van jezelf, maar ook de grens van een ander. Want stel dat jij te dicht bij me komt en ik vind het niet fijn, moet je dit aan kunnen geven, aan durven geven. Ja. Niet gelijk boos. Gewoon rustige ogen kun je ook zeggen van, jij komt nou te dichtbij. En de kinderen zijn ondertussen naar binnen gelopen. Wat voor training ga je nu geven? Wij gaan zo meteen Chinees boksen geven. Lijkt je dat leuk? Chinees boksen? Ja, hier noemen ze dat Chinees boksen. Nou, ik ben wel heel nieuwsgierig wat het is. Ja, ga je mee? Gronden, sterk in je benen en sterk in je buik. Want als je sterk en rust in je buik hebt, heb je ook rust in je hoofd. Keurig. Keurig. Mag ook foppen, hè? Zo dat je net doet. Wat zijn jullie goed bezig, zeg. Zijn jullie nou rots of zijn jullie nou water? Waterogen en rotso. En vinden jullie deze lessen nou leuk? Ja. Ik vind het leuk, maar ik vind het ook spannend. Vind je het ook spannend? Ja. En waarom vind je het spannend? Als de camera op mij gericht gaat, dan denk ik van... Het is ook een beetje spannend, hè? Maar jij bent water
Dus jij kan ervoor staan. Ik ben rustig in mijn buik, dus ik ben ook rustig in mijn hoofd. Oh ja, logisch. Ja. Mag ik het ook een keer proberen? Ja. Ja? Wat moet ik doen? Je moet zo duwen. Oeh. Het is eigenlijk heel erg leuk, hè? Leuker dan stilzitten in de klas. Ja. Wow, jullie kunnen het wel goed, zeg. We kunnen heel harde klappen. Ja, ik hoor het. Het is dus een feit dat je pesten kunt voorkomen. En wel door de leerlingen sociale vaardigheden aan te leren. Het is wel heel belangrijk dat je dan alle partijen hierbij betrekt. Dus de school, de sportvereniging, maar ook de ouders. En pesten gebeurt overal, dus het is heel erg belangrijk dat we dit met z'n allen gaan voorkomen.